Dan nog twee hele belangrijke vragen die iedereen me ook stelt. Was ik de gast die het dansje heeft gedaan? En wie is de volgende ledge? Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Sinds bekendgemaakt is dat ik de ledge ben van Legends of Gaming, zijn er natuurlijk heel, maar dan ook heel veel vragen erbij gekomen. En het leek mij wel leuk om heel veel vragen te beantwoorden. Maar eerst even een heel klein en snel bedankje voor de 89.000. I don't know. Ik heb hier een live subscriber counter op, maar het probleem is, ik krijg zo snel abonnees erbij en ik weet niet wanneer deze video's online komen. Dus ik durf niet te zeggen voor welk aantal ik bedankt moet zeggen. In ieder geval, bedankt voor de 89.000 abonnees. Ik denk dat we dat wel hebben gehaald wanneer deze video online komt. Ik vind het echt insane hoeveel mensen nu abonneren op mijn kanaal. En ik vind het super awesome dat jullie deze video's ook leuk vinden en dat jullie besluiten om te abonneren en besluiten om een duimpje omhoog te drukken, want dat is ook echt insane geweest de laatste tijd, dus thank you very much. En om natuurlijk een beetje met jullie in contact te komen, heb ik op Twitter de vraag gesteld: hebben jullie nog vragen voor mij als ledge die je beantwoord wilt hebben? Stel ze dan, bla bla bla. Oké, ik heb het getweet. Heel leuk, en ik ga gewoon even een paar vragen uitpakken en bekijken en behandelen. Oké, hier een vraag van Veldersbeltman: hebben ze het pak op maat gemaakt of was het eigenlijk te groot? Ik heb gewoon met die mensen gezeten, gebrainstormd hoe we het pak willen hebben. En zij hadden al een heel vet idee van hoe ze het pak eruit wilden laten zien. En ik heb toen gewoon mijn maten door moeten geven. Toen heb ik het pak gepast. En eigenlijk paste alles wel meteen, behalve één probleem. En dat was dat de broek heel erg groot was. Dus die hebben we laten vervangen, want die was echt veel te groot en veel te wijd. Maar verder paste het pak eigenlijk in één keer. Dus het was een instant fit en het was gelijk goed. Wat moest je doen als je moest hoesten van Jeremy? Dat is eigenlijk een goede vraag. En het leuke is eigenlijk dat ik helemaal nergens nooit de behoefte had om te hoesten tijdens opnames of tijdens de aanwezigheid van die guys. Ik was namelijk wel bang, want voor de laatste opname die we hebben gedaan in de studio was ik wel verkouden, maar ik heb eigenlijk niet gestotterd, niet gehoest tijdens de studio-opnames. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. Ik was gewoon niet verkouden, helemaal niks. Dus eigenlijk kwam ik daar heel goed mee weg. Dat was inderdaad best wel lastig geweest als ik inderdaad echt heel verkouden was. Vond je dat donkere spul op je hand irritant? Vraagt Roos. Dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk moest ik dus elke keer wanneer we in de opname zaten nagellak op. Dat was letterlijk de eerste keer dat ik zwarte nagellak op kreeg. En het zit er zelfs nog steeds een beetje op en het krijgt er maar niet af. En verder werd er gewoon van die natte oogschaduw gebruikt op mijn handen. Want het probleem was, ik kon wel handschoenen dragen, maar daarin kan ik niet gamen. Dus we moesten een alternatief hebben. En die dingen gaven enorm af. Dus ook op het toetsenbord en muis, maar die waren al zwart. Dus daar zag je niet echt dat het afgaf. Maar bijvoorbeeld die witte stoelen die daar zaten, waar ik op zat, als ik één keer mijn hand ergens op neerlegde, dan zat er al een enorme zwarte vlek. En ook bij het live event moest ik weer met zwarte handen. En toen ik uiteindelijk in de wc me aan het omkleden was en ik wilde de deur open duwen omdat ik het handvat niet had aan wilde raken, toen zat de deur ook alweer helemaal onder de vlekken. Ja, dat was niet zo ideaal. Lizzie vraagt, kon je goed zien door je masker? De hele goede vraag, want dat is eigenlijk ook een beetje wat de legends zich heel erg afvroegen. En het viel eigenlijk wel mee. Er waren zeg maar wel momenten waarbij het erg lastig was om te zien. Want de studio is gewoon heel erg donker. En er lagen natuurlijk overal kabels die de regie nodig had. Audiokabels, videokabels, weet ik het allemaal wat waarvoor het was. En ik moest natuurlijk via backstage, moest ik in de set lopen de eerste keer. En met dat masker zag ik iets van 10% donkerder. En dan heb je al zo'n donkere studio. Dus ik moest echt enorme stappen nemen, zodat ik niet zou struikelen over de kabels. En er was uiteindelijk ook een moment waarin ik de kabels niet zag en bijna struikelde, waar de legends gewoon bij waren. Dus dat was super awkward. Dat is er nooit ingekomen natuurlijk. Dat was ook niet tijdens opnames. En dat was gewoon toen ik uiteindelijk weg moest lopen voor een kleine pauze. Maar het was dus vooral tijdens het lopen of tijdens dat ik echt iets moest doen dat het vervelend was. Voor veel games was het ook gewoon heel goed te doen. Alleen ik merkte bijvoorbeeld bij schietspellen zoals Overwatch en Counter-Strike dat het zien van mijn crosshair, zeg maar dat richtkruisje, dat was erg lastig. Want ik weet, je gaat er een soort schil door kijken of je kan er niet helemaal lekker doorheen kijken. En dat was nog ook wel redelijk moeilijk. Maar voor de rest was het echt heel goed te doen. Echt heel fijn. En het enige probleem was ook dat als er licht van achter kwam, dan kreeg je echt een soort van lichtdingetjes over je gezicht heen. Waardoor je dus ook minder goed zag. Een soort van reflectie, zeg maar. Maar dat was niet vaak het geval. Wat was je reactie toen Legends of Gaming je belde en vroeg of je de ledge wilde worden? Ik was heel verrast. Ik zag het niet aankomen. Ik had wel in seizoen 1 had ik wel een beetje de gedachte van, oh, het lijkt me wel echt tof om daar mee te doen. Ik bedoel, vrienden van mij deden er al aan mee. Ik dacht wel van, ja, het lijkt me super awesome om daar mee te doen. En om dan gelijk al het volgende seizoen gebeld te worden,
Ze van, hey, zou je mee willen doen? Dat vond ik wel echt heel vet. Ik was niet meteen helemaal hyped of zo, want dat is gewoon niet echt hoe ik ben. Dat ik zo reageer, maar ik was wel echt heel enthousiast. En over het meedoen aan Legends of Gaming gesproken, Njor vroeg, wil je meedoen aan Legends of Gaming Season 3 als je wordt uitgenodigd? Ik denk dat dat één heel simpel antwoord is. Daarop zou ik natuurlijk ja zeggen. Gewoon puur omdat ik Legends of Gaming een enorm vette show vind en een enorm vet idee. En als ik als Legend daar mee zou doen, zou ik denk ik wel ja zeggen, ja. Waren er eigenlijk games waar je niet goed in was? Die je heel hard hebt moeten oefenen, vraagt Thomas. Er waren wel games die ik nooit heb gespeeld. En dat was de wobblebal ding tegen Milan. Die ik uiteindelijk moest spelen. Gangbeasts heb ik ook eigenlijk geen ervaring mee. Ik heb het ooit wel eens gespeeld, maar ik had het echt nauwelijks gespeeld. En de Pole Riders game mode. Hoe noem je dat ook weer? Iets van noodles. Ik ben heel slecht met namen. Maar dat waren echt enorm, enorm leuke opnames. En enorm leuke video's geworden. En het grappige is dat ik ze niet heb geoefend. Ik mocht alleen de controls weten. En ik heb zeg maar wel een klein beetje kunnen kijken hoe het spel werkt. En ik heb wat strategieën wel gekregen. Maar ik heb het zelf nauwelijks geoefend. Dus het was wel een... het was zeker een uitdaging om dat goed te presteren. Maar het ding was dat zij een beetje in dezelfde situatie zaten. En ik ken ook wel mezelf in het feit dat ik snel aan een game kan wennen. En dat werkte wel echt in mijn voordeel. Maar verder bijvoorbeeld voor Rocket League, voor Overwatch, voor Counter-Strike... het zijn games die ik wel speel of heb gespeeld. Dus daar had ik natuurlijk wel echt een voordeel in. Vooral Rocket League, ja. 2000 uur aan gameplay. Hoe zat het pak? Strak, wijd, jeukend enzovoort? Of weet ik het wat? Dat was een hele ruime vraag. Maar het pak zat eigenlijk best wel goed. Je zou denken dat bijvoorbeeld in zo'n studio dat enorm warm was. Maar het ademde best wel lekker door. Dus dat maakt het op zich wel heel oké. Alsnog kon ik het wel af en toe heel erg warm hebben. En ook omdat zeg maar het soort van masker wat ik onder de helm droeg... was ook wel soms naar, want dat zat ook voor mijn mond. Dus als ik zeg maar droge lippen kreeg, kon ik niet even zeg maar zo doen. Waarom deed ik dat trouwens? Want dan zou het zeg maar een beetje raar zijn en naar om te doen. Maar verder, dat had ik niet vaak nodig. Dus dat was wel een dingetje. Vooral zeg maar het feit dat ik schermbeschermers op mijn elleboog had. Dat was vooral heel irritant, want daar had ik tijdens de Overwatch-opname tegen Don wel last van. Want mijn elleboogbeschermer, die hakte een beetje tegen de rand van de tafel aan. Waardoor ik soms niet lekker kon aimen. Dat was niet heel chill. Verder heb ik er trouwens nul problemen mee gehad, qua het pak volgens mij. Hoe hield je geheim dat je de ledge was? Meestal gewoon niet over praten. Niet het onderwerp naar boven brengen, zodat ik ook niet hoefde te liegen. En als ik moest liegen, dan moest dat maar. Want ik bedoel, ik kon niet mijn dekmantel... zomaar laten vallen. En het leuke is ook echt gewoon dat alle legends het gewoon niet wisten dat ik het was. Want heel veel mensen die dachten van, ah, ze weten het gewoon, het was allemaal nep, het is geacteerd, ze wisten al lang dat Duncan het was. Maar tot de onthulling, het is niet verteld. Ze hadden natuurlijk hun vermoedens vanuit de games en dat soort dingen. Maar dat is letterlijk wat de kijker ook heeft gezien, dus ze hadden een beetje dezelfde informatie. Maar het was allemaal real. Ik heb dus daadwerkelijk tegen iedereen moeten liegen en ik heb ook daarna mijn excuses aangeboden van, sorry jongens, dat ik heb moeten liegen. Ook tegen Ronald, want Ronald, die had me ook gewoon gevraagd en ik zei zo van nee en ik moest liegen en ik voelde me heel ik voelde me heel kut over dat ik moest liegen, ook tegenover de kijkers tijdens de livestream. Dat was echt gewoon heel zuur, want zij waren er zo mee bezig en zij vroegen zich af en als jij dan zeg maar moet liegen daarover, dat is super kut. En ik ben ook niet de beste leugenaar, maar het heeft toch gewerkt. Dan nog twee hele belangrijke vragen die iedereen me ook stelt. Was ik de gast die het dansje heeft gedaan? En wie is de volgende ledge? Ik zal jullie vertellen, ik kan het dansje niet. Voor alleen die video was er namelijk een vervanger. En die kon het dansje. En ik wist in eerste instantie ook niet eens dat die video was opgenomen. Dat werd mij namelijk pas achteraf verteld, fun fact. Maar voor alle andere video's heb ik gelukkig wel de ledge kunnen spelen. En ik heb het dansje ook nog wel geprobeerd te leren. Want het leek me wel een enorm leuk iets om ook zelf te kunnen. Maar helaas, voor die video was ik het niet. Maar wie is dan ook... die volgende ledge. Ik hoef hier niet eens een comment bij te halen. Want anders moet ik 5000 comments erbij halen. Over wie de volgende ledge gaat zijn. Of met die vraag. Nou jongens. Weet je. Ik weet het niet. Dus het spijt me dat ik die vragen niet aan jullie kan beantwoorden. In ieder geval jongens. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit leuk? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Wil je abonneren op mijn kanaal? Dat is zeker gewaardeerd. Dat kan dan daar. Wil je nog een nieuwe video checken? Dat kan natuurlijk daar. En nogmaals bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Later.